Kunst is saai, suf en alleen voor diegenen die het echt kunnen. Maar is dat ook zo? Of kan iedereen wel een beetje schilderen? Ik heb een keertje een hele mooie tekening gemaakt en toen zei mijn moeder... Nou, misschien is het dan wel een beetje raar, maar het is wel kunst. De Mona Lisa ben ik aan het maken. Maar ja, dat is nou een heel karweiën. Jofke van Loon, kunstenaar en medeoprichter van het project Art for All, geeft teken- en schilderles en is vooral op basisscholen actief. Art for All is de naam voor stichting Kiwi. En Kiwi staat voor Kunst is voor Iedereen. Art for All is eigenlijk de naam voor de evenementen die we organiseren, waarbij mensen meteen mee kunnen doen aan kunst. En dat willen we zo laagdrempelig mogelijk maken. En vooral wil dus zeggen voor iedereen, ongeacht beperking, ongeacht leeftijd, ongeacht ervaring, gewoon nieuwsgierige mensen. Het zou je buurvrouw kunnen zijn, je oma, iedereen. Kunst is voor iedereen, voor jong en oud. Iedereen kan het. De toekomstige Picasso's gingen ijverig aan het schilderen. Hier is nou iets opgezet, maar als je van nature zelf schildert, dan mag je je eigen wat doen. Hè? En dan merk je aan je buien of je goed in je vel zit of minder goed in je vel zit. Dus dan werk ik. Maar ik hou van kleuren, dus ik werk met heel veel kleurtjes. We hebben een park gemaakt en er staat een zwart monster, een robot. En ja, die verwoest eigenlijk. De workshop is gratis en iedereen mag meedoen. We willen het laagdrempelig houden, daarom is het een gratis inloopworkshop. We willen laten zien dat iedereen mee kan doen. Dus ik hoop ook dat er mensen zijn die misschien minder valide zijn en ervaren vandaag dat ze ook mee kunnen doen. En dat ze daardoor misschien in het vervolg makkelijker een stap zullen maken. En eventueel via onze stichting om aan culturele activiteiten mee te doen. Na afloop van de workshop worden de schilderijen en het Zuiderkwartier geschonken.